Ja, dank u wel, voorzitter. Welkom, meneer Rutte. Een plezier om u hier te zien. U zegt terecht dat burgers sceptisch zijn over de Europese Unie vanwege te veel regeltjes. En die zijn ook heel irritant. Maar meneer Rutte, dat is niet de reden dat de burgers zich afkeren van de Europese Unie. Maar omdat ze de Europese Unie niet zien leveren als het gaat over de eurozonecrisis, de vluchtelingencrisis, terreur enzovoort enzovoort. Maar het echte probleem is niet de EU, maar zijn de nationale regeringen die elke keer weer elke oplossing torpederen in een eindeloze reeks van toppen waar veel wordt gepraat, maar niks wordt, geen actie komt. U wilt pragmatisch zijn, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus laten we ophouden met de theoretische discussies over nationale soevereiniteit, maar zorgen voor resultaten. Dus geen cosmetische en symbolische dingetjes, maar echte hervormingen van de EU. Met het schrappen van schoolmelksubsidies gaan we de grote uitdagingen echt niet aanpakken. Dus gebruik uw goede contacten met David Cameron om samen te werken aan een sterker, slagvaardiger Europa. Want dat overtuigt de burgers. En in ons beide landen zullen in het komende jaar de burgers kunnen stemmen. Ik ga ervan uit dat zowel u als Cameron alles uit de kast zullen halen om mensen te overtuigen. Tot slot, tijdens het Nederlands voorzitterschap vindt de midterm review van het meerjarig financieel kader plaats. En dan zeggen de meeste burgers, watte? Nou, dat is die volstrekt archaïsche, ondoelmatige begroting van de EU die vast ligt voor 7 jaar, zodat we niet eens kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden zoals de vluchtelingencrisis. Dat is volslagen absurd. Ik hoor dat de Europese Commissie de plannen voor een ambitieuze hervorming op ijs heeft gelegd. En ik reken dan ook op het Nederlandse kabinet om alles op alles te zetten voor een radicale hervorming van de Europese begroting. Want de volgende kans, meneer Rutte, is pas weer in 2026. U heeft onze steun voor ingrijpende hervormingen, voor een sterker en slagvaardiger Europa. Dank u wel.